Ja, ik zit maar met die klassieker in mijn hoofd, natuurlijk. Ja, en iedereen, elke voetballiefhebber. Ja, want het is toch, hoe je het went of keert, de wedstrijd van het jaar. En vooral in Rotterdam, in de Kuip, Feyenoord, Ajax, er is niet groter. Dat is de wedstrijd, beste vrienden. Ja, en jullie weten hoe ik er... Kijk, jullie weten hoe ik erover denk. Ik heb gezegd... 1-2 dagen geleden zei ik van ja, ik geloof niet dat Feyenoord een kans heeft tegen Ajax. Nee, dat denk ik niet, nee. Ik denk dat gewoon Ajax... Ja, als je toch nuchter nadenkt, dan moet Ajax dat toch gewoon... Nou, dan moet Ajax dat toch heel simpel kunnen winnen. Ja, ik heb ook een paar experts, vrienden van mij, trainers, die heb ik gebeld. Ik zeg, hoe moet dat dan gebeuren dan? Dat Feyenoord... van Ajax zou kunnen winnen. Maar hoe dan? Dan zeggen ze, ja, dan moeten ze druk zetten. Ja, ik zeg, ja, dat doen ze al. Ja, zeiden ze dan. Ja, maar Feyenoord moet wel het gevecht aangaan. Ze moeten wel heel fel zijn in de duels. Ja, natuurlijk. Ze moeten ze fel zijn in de duels. En zeiden ze, maar ja, het is wel een nadeel weer voor Feyenoord. Oh, was er weer een nadeel. Ze hebben de 12e man niet, het publiek, het legioen. Ja, die missen ze. Ja. Maar ik blijf alleen maar in mijn hoofd toch zitten met dat Ajax het gaat winnen. En daarom, vrienden, denk ik bij mezelf, wat zullen de eieren hiervan vinden? Ja, want je hebt gezien bij Max Verstappen, de eieren hadden weer gelijk. De eieren hebben eigenlijk bijna altijd gelijk. En daarom, vrienden, ja. Je gaat het meemaken hoor, daar komt hij aan. Hier hebben we hem. Feyenoord, jongens, dit is hem. En dit is Ajax, kijk. En dat is, dit keer doen we dus niet de bolle kant, de achterkant. Deze doen we dus niet. We doen dus nu dit keer de kopse kant. Kijk hier. De kopse kant, Feyenoord Ajax. Nou, en dan ben ik benieuwd of die eieren ook denken wat ik denk dan. Ja, ik denk gewoon Ajax. Maar zijn de eieren het met me eens? Nou, dat gaan we nu zien, vrienden. Zijn we er klaar voor? Dan gaan we dan. Feyenoord Ajax. Ik sta bij. Wat een spanning. Ja, maar wat is met dit? Ja, daar gaat hij. 1-2. Hap. Oh. Ajax kapot. Oh. Ajax verliest. Wat een verrassing. Oh. Naar Rotterdam gefeliciteerd.